Voor andere tijden sport, over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Je doet het verkeerd. Dat is wat Han Urbanus hoort wanneer hij voor het eerst een bal werpt tussen de grote sterren van het Amerikaanse profhonkbal. New York 1952. Hollandse Han kwam, zag en leert Nederland vervolgens hoe het wel moet. Jonathan Schoop, het staat hem er recht tussendoor. En er komt het tweede punt van Nederland over de thuisplaats. Nederland op voorsprong in de WK-finale. Daar is die David Bergman. De man die het voor Nederland af moet gaan maken. Ja, Nederland is wereldkampioen! Kijk eens, Cuba is verslagen. De 25-voudige wereldkampioen. Verlies van het kleine Nederland. Nederland schrijft geschiedenis. Het is gebeurd. Wereldkampioen honkbal. Wow. Goedenavond. Nederland wereldkampioen. Het gebeurt echt in 2011. Een klein land als grootmacht in het internationale honkbal. Dat was ruim 60 jaar geleden wel anders. Honkbal in Nederland is dan nog een onbeduidend spelletje dat je in de zomer speelt, tussen twee voetbalseizoenen in. Han Urbanus stapte in 1952 op het vliegtuig naar New York. De stad van jazz, film en de Amerikaanse droom. Hij traint mee met de grootste honkbalclub ter wereld, de Giants. Andere tijden sport over de eerste Nederlander in het Amerikaanse honkbal. Cuba. Stiekem meenemen. Alles goed? Zeker. Wat zeg. Doe je mee? Wel veranderd, hè? Doe je mee? Ja, doe je mee. Ik ben blij dat ik sta. Go! Nee! Nee! Afgelopen! Jinko, kom maar! Oh! Oh! Springen! Kan iemand mij vertellen wat het nut hiervan is? Bewegelijkheid, concentratie om de bal erop te leggen en een beetje wedstrijdspanning. En als de bal niet op het koontje blijft liggen, pa, dan heb je verloren. Heb je verloren, hè? Ja. Ja. Is het wat? Heel leuk. Een leuk oefeningetje is dat, ja. Hè? Altijd leuk als er een beetje competitie in zit. Ja, ja. Drie generaties Urbanus. Bij de wintertraining, binnen dus, van het Nederlands honkbalteam. Opa, zoon en kleinzoon, alle drie tophonkballers. Kleinzoon Nick speelt nu in oranje. Nick Urbanus aan slag. En wat een honkslag met één man uit. Hij is goed voor drie honken, een triple. Urbanus met de snelheid over de honken. Speler in de organisatie van de Texas Rangers. Zoon van Amsterdam-coach Charles Urbanus. Maar je kunt zien dat hij sterker is geworden. Ja, vind ik ook. Vind ik. Zoon Charles was lang record international. Wij kijken naar Charles Urbanus. Davy Lacqua met zijn pitch. En een prachtige klap in het linksveld. En dat betekent, daar wordt die bal gepakt. En daar komt heel makkelijk scorend Don Wetman. En het applaus dat u hoort is voor Charles Urbanus. En bij opa Han begon de honkbaldynastie. Bijna 10.000 toeschouwers volgden gespannen de verrichtingen van de Italiaanse slagploeg op het werpen van Han Urbanus. Goldstein had er niet veel kijk op. In het laatste spel kon Italië door uitstekend werpen van Urbanus niet meer tegenscoren. En daarmee was Nederland voor de derde achtereenvolgende maal honkbalkampioen van Europa geworden. Het enthousiaste publiek droeg de dolgelukkige Nederlandse spelers in triomf naar de kleedkamer.
Opa Han wint Europese titel na Europese titel. Charles wordt meervoudig Europees kampioen. En Nick is in 2014 met Oranje ook de beste van Europa. Toen bedacht ik toch wel, shit zeg. Dat zijn drie generaties die Europees kampioen zijn geworden. Op het hoogste niveau. Dat maakte het moment voor mij alleen nog maar mooier. En Europees kampioen en dat besef nog erbij. Dat vergeet ik niet. Het blijft toch wel speciaal natuurlijk. De band die wij samen hebben en de historie erachter. Ja, het is een gevoel van trots. Hè, dat je dat, de familie in staat is geweest om de zaken voor te zetten waar ik eigenlijk mee begonnen ben. In het Ajax-stadion in Amsterdam ontmoette het Belgische honkbalnegental de Nederlandse ploeg die onlangs in Rome, mede door het goede spel van Hanny Urbanus, de Europese kampioenstitel behaalde. Niettegenstaande de prima worpen van Hanny Urbanus, lukte het de tegenstanders niet goed slag te leveren. Urbanus, die in topvorm was, maakte maar weinig foutworpen. Han Urbanus, door de week accountant, in het weekend werper van beroep. Hij is de meest invloedrijke honkballer van Nederland. Ploeggenoten uit het Nederlands team van toen spreken 60 jaar later nog vol ontzag over hun boegbeeld. Hij was zeker een grote meneer. Ja, dan was het toch, ik denk, ik weet niet of ik Han al mocht zeggen, maar dan was het wel Urbanus en daar stond hij hoor. Han kon toen al over grenzen denken. En die was al veel verder in zijn techniek, in zijn emotie en in zijn kennis van het honkbalspel op zich, wat geen makkelijk spel is. Een hele gladde werper. Goede techniek. Hij kon precies gooien waar hij wilde hebben. Dat was zijn grote kracht. Samen met mentaliteit? Mentaliteit, ja. Er ging een pet op zijn kop en je zag één gezicht. En je hoorde af en toe die bekende Amsterdamse vloek. En verder uitte zich nooit. En hij was erg sterk. Urbanus is groot in een land waar de sport honkbal dan nog bijzonder klein is. Het was eigenlijk een zomersport voor voetballers. Zo is het eigenlijk een tijd lang geweest. En toen speelden we nog in gewoon het voetbaltenu. Omdat vanuit één hoek van het veld, het was een honkbalveld. En dat werd gecreëerd door één hoek van een voetbalveld een thuisplaat te leggen. 27,5 meter daar en op de plaat erin. En je ging langs de lijnen van het voetbalveld ging je spelen. Gelukkig na de oorlog is dat snel veranderd. Want toen kwam de Marshallhulp. En in de Marshallhulp waren ook baseballkleding en ballen en knuppels. Die zaten erbij, want de Yanks die speelden natuurlijk wel baseball. Begaan met de zorgen van de Nederlandse honkballers heeft Amerika een volledige uitrusting voor 20 clubs geschonken die deze dagen in Nederland gearriveerd is. Er is niets vergeten. Kostuums, maskers, schoenen, ballen, slaghouten, alles is er. Dit alles heeft Amerika's ambassadeur in het Ajax-stadion voor de aanvang van de wedstrijd Amsterdam-Haarlem aan het bondsbestuur overgedragen. In 1945 komen de honkbalspullen uit de Verenigde Staten naar Nederland. In 1952 gaat één honkballer de andere kant op. De beste werper van Nederland komt via contacten in New York terecht bij de New York Giants. De komst van Han Urbanus wordt breed uitgemeten in de Amerikaanse pers. Moet geven waar ik terecht moet. Dat begrijp ik, ja. Maar als jij nou even daar gaat staan, dan geef je mij de aanwijzingen, goed? Wat denk je ervan? Nou, dit heb je me nooit laten zien eigenlijk. New York Giants baseball team announced today that Hanny Urbanus, 24, of Amsterdam, the right-handed pitcher for the OVVO team, will join the Giants for their spring training. Urbanus is expected in New York by air on February 14th and will leave the next day for Phoenix with the first group of Giants and sport riders. In de Verenigde Staten is het honkbal de status van sport ontstegen. Het is een religie. Han Urbanus mag gaan doen waar iedere Amerikaanse jongen van droomt. Honkballen tussen de sterren van Amerika. To kids all over the country, towheads and redheads, big kids and little kids, the call of the Sandlot is a call not to be denied. For
is just a small step from the sand lots and the wooden stands to the steel and concrete of the big leagues. The step that is the ambition of every ball-playing kid. The ambition to be down there on the diamond, a big leaguer himself. Een honkballer uit het nietige Nederland, een werper uit de Watergraafsmeer, wordt de eerste Europese speler die een uitnodiging krijgt om bij een Amerikaanse topclub mee te trainen. Urbanus mag naar New York, naar het Valhalla van de honkbalsport. Baseball is America's own game, played by millions and cheered by millions more. Anybody who's got anything on the ball at all knows how much a part of America it is. To some of us, it's our whole life. En to millions and millions of others, it's always been and always will be the greatest game on earth. Urbanus kijkt zijn ogen uit en schrijft alles wat hij beleeft op in een dagboek. Amerika, J.H. Urbanus. Ik viel gauw in slaap in het vliegtuig naar New York. Enfin, eindelijk waren we dan op Giants kantoor, waar een tiental journalisten en Bobby Thompson van de Giants wachten. En daarna full speed naar de radio, waar nog onvoorbereid een interview werd afgenomen. Wij zijn toen even op stap geweest onder de wolkenkrabber van Rockefeller Center. Verbazingwekkend, wat een stad. Dat kleine Nieuw-Amsterdam van toen is thans de grootste stad van de wereld. En deze metropool heeft zich opgemaakt om de koningin en de prins der Nederlanden enthousiast te ontvangen. En bedolven onder een regen van confetti en papiersnippers maakte het koninklijk paar een zegentocht door Broadway die ongeveer 25 minuten duurde. Net als Urbanus komt in 1952 ook koningin Juliana aan in New York. De stad is gek op koninklijk bezoek, maar buiten zinnen van honkbal. En Urbanus valt met zijn neus in de boter, want zijn New York Giants is niet zomaar een club. In de allereerste wedstrijd die in heel Amerika live op televisie te zien is, spelen deze Giants de hoofdrol. Het is 11 oktober 1951, een paar maanden voordat Urbanus naar New York komt. Heel New York staat stil als de Giants tegen hun aartsrivalen de Dodgers spelen. De straten zijn leeg. Zelfs de handel op Wall Street ligt stil. Iedereen kruipt achter radio of televisie om maar niets te hoeven missen van dit historische moment. Bij dit team gaat Urbanus meetreden. Amerikaanse sporthelden als Willie Mays en Bobby Thompson worden 6 weken lang ploeggenoten van Han Urbanus. Maar moet je kijken hier. Bobby Thompson heeft speciaal to my friend Honey. Hope you throw a lot of strikes. Kijk eens. Western Union, Hotel Adams, Phoenix, Arizona. Hotel Adams, ja, dat kan ik me nog goed herinneren, ja. En wat was dat dan? Mooi hotel. Dat was bij de New York Giants. In Phoenix, bij de springtraining. Phoenix, Arizona. In de 19e eeuw een pleisterplaats voor de postkoets. In 1952 een grote stad in de woestijn. Daar belegt de club uit New York een trainingskamp. In het Municipal Stadium trekt Han Urbanus op met de sterren van die tijd. Je merkt het natuurlijk dat de mensen natuurlijk om die knapen heen zwermen en handtekeningen vragen. En dat moest een heel iets opgezet worden om ze wel een beetje aan het spelen te krijgen. Giants 1952. Guide. Ja. Oh, dat is geld waard, jongen. Staat een handtekening van Willie Mays ook, origineel? Ja, hier, Bobby Thompson. Ja. Goeiedag. Nou, die spelerskaarten zijn echt heel veel geld waard. En hier heb je een heel team zelfs. Ja. Fantastisch. Dat erf je allemaal, Channel. Dat is voor mij, hè? Nu dat erf je allemaal. Urbanus weet niet wat hij meemaakt. Zeker niet als hij voor het eerst mag werpen. In de Nederlandse spelregels is een fout geslopen. In Nederland wordt verkeerd gegooid. Bij de eerste training onder Schellenbeck direct een grote verrassing. Hij vertelt mij
dat de werper met zijn rechtervoet van de plaat af moet komen. Follow through. Met andere woorden, de Amerikaanse regel is zo dat alleen aan het begin van de werpbeweging de voet op de plaat moet staan. En niet, zoals wij het interpreteren, totdat de bal de hand van de werper verlaat. Urbanus gelooft zijn ogen niet en pakt zijn fotocamera. Want hoe gaat hij dit in Nederland uitleggen? En die twee foto's heb je genomen omdat... Om dat te bewijzen. Ja. Want ik hoorde zelf zeggen in Nederland... Nee, dat is niet waar. Ja. Dus hier, wat heb ik hier? Kijk, ik heb het hier nog bij ook gezet. Duidelijk maken. Follow through 1, Sal Magley. Duidelijk maken. Duidelijk maken, dat kan hij. Met zijn foto's, met een dagboek en met een speciale film. Ja. Dat is het enige wat er niet meer is. Als ik dat zo zie. Urbanus krijgt van de Giants twee filmrollen mee naar huis met uniek instructiemateriaal. Nederland heeft amper toegang tot beelden van het Amerikaanse honkbal. En Urbanus kan nu aan heel het land laten zien hoe de sport gespeeld moet worden. Ik kreeg een chauffeur met auto. Dan werd er dus door een honkbalclub werd er een honkbalavond georganiseerd. En die film die ging mee, dat was een daverend succes, want dat was een prachtig... Het is jammer dat dat ding verdwenen is. We gaan het veld op, pap. We gaan het veld op? Ja. Naar de werpersplaat? Ja. Oh, nou, vooruit. Er is maar één plek waar we heen moeten. Waar we heen moeten. Hoe lang zijn we hier niet geweest? 20 jaar? Dit heb ik nog nooit gedaan, hoor. Nee? Die filmrollen zijn verloren gegaan. We gaan toch op zoek in Amerika. Bij de Giants zonder succes. Van archief naar archief. Nou, ik ben echt benieuwd wat er gebeurt. Nee, kijk, ik ook. Zonder resultaat. Na maanden speuren vinden we de film toch. In het archief van een verzamelaar in Chicago. 55 jaar na de laatste vertoning is de film die het Nederlandse honkbal veranderde... gerestaureerd en terug in Nederland. Yo-Yo Giants. Ongelooflijk, zeg. Maar hij ziet maar dat ook, ja toch, hè, hoop ik. Baseball is a game of brains as well as skill and muscle. Just as in any other job or career. The young players have to learn from the men who have lived baseball all their lives. Pitching. Hey, pitching. The pitcher, of course, is his team's defensive bulwark. And there have been many great and famous pitchers in the game. Ja, het is ongelooflijk, zeg. Ik vind hem fantastisch. Het is ongelooflijk. In throwing the curve, the ball is held fundamentally the same as for the other pitches. But the release is entirely different. Ongelooflijk, zeg. Het is net dat ik jarig ben. Ja, maar een beetje wel. Een verjaarscadeau, zeg. Ja, leuk toch? Hebben ze die film uit Amerika laten komen, Rie? Mooi, hè? Nou, ongelooflijk, zeg. Ongelooflijk. Dat is iets waar ik nou... Helemaal niet op gerekend. Helemaal nooit en never op gerekend had. And the rear foot must be back of the rubber until the pitch is actually started. Then, as he pitches... The foot on which his weight rests should swing off the rubber and drop into the hole. Kijk, en hier zie je precies waar het om ging, hè? This allows him to brace himself against the rubber and get more weight into the actual pitch. He's really got the weight behind that one, and because he has, he pitches with his whole body, not just his arm. Het is nu heel normaal natuurlijk, maar... Op dat fotootje zeg je, ik moet het duidelijk maken. Maar als je zo'n film meeneemt, dan is het wel... Ja, of waren er toch nog eigenwijze Nederlanders die dat niet aanhalen? Natuurlijk, die het gewoon niet zagen. Maar die film was altijd wel een doorslaand succes, hoor. Ja. Maar dit is toch fantastisch als je dat zo... met behulp van zo'n film kan ja. vertellen. Daar kan toch niks te anders tegenop, hoor. Nee. And while you're doing it, never forget for an instant that the master key to pitching stardom is control. Maar, pa, toen
toen die coach dat verteld had, ik neem aan dat je controle wel een beetje uit koers was, toch? Of niet? As wild as a hare. As what? A hare, een haas. Die haas die gaat toch altijd zo? Ja. Heen en terug, nou zo gooide ik ook. Han leert, noteert en fotografeert alles in Phoenix. Zijn unieke verblijf tussen de sterren van de Giants valt op, ook in Amerika. In New York en wijde omgeving is de jonge Nederlander een bekendheid. We vertrekken om 10:00 van het hotel naar Municipal Stadium. Verkleden ons daar en gaan dan per bus naar Mesa. Ik gooi steeds beter. Mijn laatste dag in Arizona. Na de wedstrijd begin ik met pakken en afscheid nemen. Alle vinden het jammer dat ik nu al wegga en velen vragen om kaarten en brieven. Gary en Bill brengen me dan naar het vliegveld en we drinken ons laatste kop koffie. Om 12:00 vertrek ik van Phoenix. Als ik in de lucht ben, heb ik nog een laatste prachtig gezicht op het verlichte Phoenix. Dan pak ik mijn dagboek en begin te schrijven. Het was wel genoeg, vond ik. Want ik wilde zo graag de dingen die je daar geleerd had hier in Nederland in praktijk brengen. Ja. Hij was op een gegeven moment weer terug bij Ofo en we gingen met de training. En ik vond daar, en in ene was het allemaal anders geworden. Zijn manier van gooien was anders, zijn manier van slaan was anders. Hij instrueerde anders. Het impact van het spelletje wat hij propageerde bij mijn vereniging, zijn vereniging, was anders in ene. En dat had te maken met het feit wat hij daar gezien had. En dat vond hij gewoon. Zo hoorde het. Iedereen in aan zijn lippen. En zijn woord was eigenlijk onvoorwaardelijk. En zeker in een Nederlands team, waar allemaal ego's lopen, was hij was niet de aanvoerder, maar hij was wel iemand. Als hij iets zei, dan hield iedereen zijn mond. The worst storm in 500 years whips the North Sea into a boiling cauldron. Flood tides lashed by hurricane winds defy the heroic efforts of thousands of workers to reinforce the dikes and race inland to inundate 1/6 of Holland's land area. The dikes, for centuries Holland's bulwarks against the sea, crumble in hundreds of places and the relentless flood of salt water pours over hundreds of thousands of acres of fertile farm land, just reclaimed from the ravages of war. Invloed heeft Urbanus ook in Amerika. Een jaar na zijn eerste verblijf bij de Giants wordt hij teruggevraagd. Als bekendheid in New York mag hij geld inzamelen voor de watersnoodramp van 1953. Met filmster Jane Wyatt stapt hij op de Plug the Dike Train, een inzamelingstrein die door de staat New York reist. En die stopte bij elke plaats waar de mensen een groot bord hadden. En dan kwam die actrice en ik in mijn uniform die trein uit. En er werden dus aardige checks op de ruggen van deze mensen getekend. 14 maart 1953. Om 5:00 's morgens was het reveil. Vandaag zijn we met de Dike Train weg geweest. Een bekende actrice verrichtte de opening door een fles floodwater op het achterbalkon stuk te slaan. Verder waren nog enkele andere actrices in een Nederlands kostuum en ik in Giants-uniform aanwezig. Toen ging de trein door een prachtig heuvellandschap, door de Hudson Valley en door de Harlem Valley op pad. Overal stonden meer of minder mensen met geld en soms ook kleren de trein op te wachten. En bij elke stop werd het Wim Helmers gespeeld, tot ik er op het laatste zenuwen van kreeg. In totaal werd $10.000 opgehaald. Urbanus is na de watersnoodactie ook weer welkom bij de Giants. Hij mag zelfs blijven bij de ploeg die een jaar later kampioen van Amerika zou worden. Toch kiest hij voor een terugkeer naar Nederland. In 1953 ben ik getrouwd, dus dat was een hele goede reden
om niet in Amerika te blijven. Maar ik ben natuurlijk honkbal wel trouw gebleven. Maar alleen heb ik de kans gemist, wel bewust overigens, om in Amerika te gaan honkballen. Werper Han Urbanus is inmiddels boegbeeld van het honkbal geworden. Op en naast het veld. Aan zijn hand stijgt het niveau in Nederland. Doordat dit allemaal kwam, werden we steeds sterker. Dus ik denk dat het enorm geholpen heeft. Het Nederlands team reikt de prijzen aan één. In 1960 wordt Nederland voor de vierde keer op een rij kampioen van Europa. De beker komt mee uit Madrid. Het volgende EK is in Amsterdam. En daar blijkt pas echt hoe groot het niveauverschil is tussen Nederland en de rest van Europa. Zweden krijgt letterlijk honkballes. Tegenstander België acht zichzelf bij voorbaat kansloos. Niet schieten, we doen ons best. Van een kleine speler in het honkbal is Nederland onder Urbanus groot geworden. Toen stonden daar de mensen rijen dik. Die polygoonbeelden zijn nog steeds bekend in zwart-wit. De rijen dik, tribunes vol, juichende mensen, enthousiaste mensen. Uit alle delen van Nederland kwamen ze daar. Een home run met twee mannen te honken betekende drie punten voor Nederland erbij. Een 4-2 achterstand was omgezet in een 9-4 voorsprong die niet meer teniet kon worden gedaan. Voor de vijfde achtereenvolgende maal was Oranje honkbalkampioen van Europa. En dat hebben ze daar aan de Kruislaan in Amsterdam wel willen weten. Het Oranje van Urbanus wordt uiteindelijk 7 keer achtereen kampioen van Europa. Zijn invloed op de ontwikkeling van het Nederlandse honkbal is enorm. In het spel van nu is nog veel terug te zien van wat Urbanus uit de Verenigde Staten naar Nederland bracht. Nou, laten we zeggen, zo lang geleden dat dat gevoel dat is wat afgezwakt. Maar ik vind het altijd wel leuk als een ander erover begint natuurlijk. Trots. Want dat was bij Charles natuurlijk al veel eerder. Maar nu ben ik ook weer, als je hem ziet spelen en hoe lekker het gaat, dan heb ik altijd wel het gevoel van, nou, het is toch niet voor niks geweest dat ik naar Amerika geweest ben. Ja, het is een herinnering die blijft en die verdwijnt alleen maar als ik er niet meer ben. Tot zover honkbalpionier Han Urbanus en tot zover ook onze zomerserie. In de winter zijn we terug met een aantal kakelverse afleveringen van Andere Tijden Sport, als u dat maar weet. Vanuit het Olympisch Stadion van 1928 in Amsterdam, goedenavond.